Hier komt Besiktas maar weer eens. Voorzetje, we komen er niet tussen. Oh wauw, die is... What up mensen, tot jullie kijken naar een gloednieuwe FC 25 Ajax carrière. We zijn er weer en we gaan door waar we gebleven waren. We hebben Europees voetbalprogramma. Besiktas is de eerste pot die we hier zien staan. Daarna zien we Almere City op het programma staan hier. Gevolgd door Slavia, Praag en Fortuna Sittard. En eventueel verder nog PEC Zwolle. Maar goed, ik denk niet dat we helemaal daar gaan komen. We zullen wel zien welke wedstrijden we gaan spelen. Mochten jullie er zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog en dan gaan we nou gewoon verder simuleren. En dan nu is het zover, wedstrijddag tegen Besiktas, de eerste Europa League wedstrijd. Ik denk dat dit wel een pittig potje kan gaan worden voor degenen die zich afvragen wanneer ik de eerste jeugdspeler ga promoveren en ga vernoemen naar een van jullie kijkers. Dat komt binnenkort, ik vermoed wanneer een bekerwedstrijd op het programma staat of wie weet door blessures. Maar zodra we de mogelijkheid zien om die speler te gaan promoveren, gaan we dat zeker doen en dan gaat jullie naam er komen. Voor de kijkers zal het de spits zijn die ik ga promoveren, die ga ik naar een van jullie vernoemen. Verder heb ik nog een verdediger op het oog die ik ga promoveren, daarover later meer, maar die ga ik vernoemen naar een echte jeugdspeler van Ajax. Ze krijgen een combi van echte jeugd en kijkers. Nu is het dus wedstrijddag, laten we eens kijken met wat voor team we gaan aantreden tegen Besiktas. Nou, her en der zitten we met een beetje vermoeidheid. Brobbie gaan we eraf halen voor Weghorst. Die mag gewoon een keertje gaan starten. Taylor halen we eraf voor Branko van de Bomen. En ondanks dat hij iets vermoeid is, wil ik gaan starten met Sulemana in plaats van Gods. Dit is waarmee we gaan beginnen tegen Besiktas. Maar voordat we naar de aftrap gaan, gaan we eerst weer naar de pers. Geen idee, durf ik niet te zeggen. Ik vind dat ook geen vraag voor mij. Dat moet je stellen aan Alex Kroes of iemand anders van het bestuur. Anders lijkt het misschien net alsof ik een andere trainer naar beneden praat. Ik heb alle respect voor Farioli, doet goed zijn werk. Waarom Ajax voor mij heeft gekozen, als ik dan iets moet aanwijzen, misschien mijn Nederlandse achtergrond. Maar zoals ik al zei, die vraag is niet van mij weggelegd. Na dit seizoen zal Pasveer hoogstwaarschijnlijk op voetbalpensioen gaan. Is Olij na zijn sterke wedstrijd van afgelopen week een optie als vervanger? We zijn wel een beetje aan het kijken Ajax natuurlijk voor een toekomstige vervanger van Pasveer. Hij is op leeftijd. Of hij daadwerkelijk met pensioen gaat, misschien wel. De kans is aanwezig. Het hoeft niet. Keuzes naar hem. We kunnen nog eventueel gaan verlengen. Wie zijn vervanger gaat worden? Ja, misschien moeten we dan meer kijken naar een wat jongere doelman voor de lange termijn. Dus of dat Olij gaat worden. De toekomst zal het weten. Zeg nooit nooit. Maar ik denk dat we gaan kijken naar een jonger iemand. Hoe ga je het team voorbereiden op de eerste Europese wedstrijd? Nou, qua tactiek gaan we niet heel veel aanpassen. Opstellingsgewijs misschien hier en daar een beetje sleutelen. Wat meer ervaring in het veld. Denk bijvoorbeeld aan de Sulemana in plaats van Gods. Misschien Weghorst starten, maar dat is nog niet helemaal zeker. De basis, daar zijn we mee aan het kijken om iets meer ervaring te starten. Dat is wat ik kan weggeven. Verder bespreek ik ook liever niet mijn plannen voor een wedstrijd. Maar goed, als ik iets zou moeten zeggen, misschien iets meer ervaring als normaal. Er gaan geruchten rond dat Anthony terugkeert naar Ajax. Hoe sta jij erachter? Nou, ik denk dat iedereen een speler als Anthony graag terug zou zien in de Eredivisie. Gezien de situatie bij United, ja, ze schijnen misschien wel van de kaart te willen doen. Ik weet alleen niet of het financieel haalbaar is. We zitten krap bij kas, dat weet iedereen. Er moeten eerst spelers vertrekken. En andere optie, misschien huur. We bekijken de situatie, we zien het aan hoe het allemaal loopt. En ja, misschien kunnen we een slag slaan. Wie weet, maar dat is voor nu veel te vroeg om te zeggen. Dat was het voor nu. Bedankt allemaal. Tot de volgende. Nou, here we go. Het is tijd voor de aftrap van de eerste Europese wedstrijd. Wij zijn de wedstrijd afgetrapt. Ik struikel nou al over mijn woorden. Maar goed, laten we gewoon ons best doen terwijl ik direct balverlies leid. Even focussen nu.
Oh, komt het aan? Oh, was niet helemaal aangekomen. Maar uiteindelijk heeft Suleiman wel de bal. Er gaat iemand, dat is Henderson met een kans en een goal. Geen buitenspel, prima gespeeld. Goed steekballetje door het midden. Naar een Henderson notabene die even doorloopt. Onze verdedigend middenvelder, onze captain Henderson. Brengt ons op voorsprong in onze eerste Europese wedstrijd. Nou, dit is lekker de Europa League starten. Leuk dat Henderson een doelpuntje meeprikt. We zien het hier even in first person. Prima ingeschoten. 1-0. Oh, Beşiktaş. Beetje slecht aan het uitverdedigen. We zetten ze onder druk. Paniekerig weggewerkt. Meteen naar Weghorst hier. Die kan de bal wel vasthouden. Steekt hem goed naar Branco. Kan hij ook scoren? Nee, doelman met de redding. En dan wordt hij uitverdedigd. Oké, countertje hier misschien van Beşiktaş. TT moet even terugsprinten. Kan die hier nog op tijd bij? Voorzetje richting Immobile. Maar we zitten ertussen. TT nu voor ons op de vleugel. Sulemana komt daar op zich wel in. Kan die koppen? Ja, hij kopt. Maar kopt over. Oké, Immobile rent TT daar blijkbaar uit. Bijzonder. Nou, aan de bal is het niet meer zo snel. Goede verovering. Goed druk gezet. Nou moeten wij eigenlijk gewoon gauw zelf de andere kant op. Maar tempo ligt niet al te hoog. Maar dit is een prima balletje. Berghuis hier. Ga maar zelf, jongen. Haal hem uit met links. Oh, redding van de doelman daar. Nog een keer. Wordt geblokt. Uh-oh, Beşiktaş hier. Ontsnapt over de vleugel. We renden er langs heen. Richting het centrum. Immobile pas weer met de redding. Hoekschop nu. Laat in de eerste helft. Paar minuutjes nog te gaan. Kort genomen. Kunnen we overnemen. Goed van de bomen. Nu door. En dan zie je Sulemana. Ik hoopte dat ik er gewoon met snelheid langs heen kwam. Nou, dan is het rust. Dat vroege doelpunt is nog steeds het enige doelpunt. We staan in ieder geval voor. Stand 1-0. Maar ik zou er het liefst wel in de tweede helft nog eentje bij willen knikkeren. En die stand vergroten. We gaan ons best doen. Op naar de tweede helft. Er ontstaat wat ruimte hier op de vleugel voor Beşiktaş. We gaan waarschijnlijk op zoek naar een voorzet. Nee, kruipt zelf naar binnen. Legt hem af. Schot is geen probleem voor Pasveer. Oh, balletje naar Sulemana. Vertrokken. Wat kan hij? Schot. Oh, goed verdedigd daar. Oké, misschien hier. Weghorst. Moet hem meegeven. Oh, bal komt wel aan. Het was niet in één keer. Berghuis. Goed te lang. Schot. Goede redding. Hier komt Beşiktaş maar weer eens. Voorzetje. We komen er niet tussen. Oh, wauw. Die is wel heel mooi ingeschoten. Holy. In één keer. Voorzetje op maat. En ja, daar kan je niks over zeggen. Goeie goal. Mooi ingeschoten. Kijk, daar staat wel helemaal open. Slecht verdedigd. Maar dan in één keer. Zo op de volley. In het netje. Pas weer kansloos. 1-1. Nou, hier, balletje naar Gods, die is ingekomen. Dit is dan weer een goede paas naar Weghorst. Die moet dit doen en hij doet het. We komen direct weer voor. Een tegendoelpunt schudt ons wakker. En het is Wout Weghorst die ons weer aan de leiding brengt. Team helemaal los daar bij de bank. En hij schiet hem hier even in de herhaling. Goed daar in het netje hoor. We staan weer voor. Weghorst weer de held. Stand 2-1. Nogmaals hier. Goed balletje. Weghorst open. En dan rond die goed af. Nou, balletje naar Gods. Is die ook snel genoeg? We gaan. Geef hem eroverheen. Eens kijken of dat werkt. Hier is Weghorst weer. Weghorst. Oh! Op slot. Einde verhaal. Overwinning in de pocket. En Weghorst doet het weer. Hij deed het een aflevering of twee geleden ook al. En nu doet hij het gewoon oprecht gewoon nog een keer. Man is on fire. Robbie is ook on fire. Want die schiet ze ook goed binnen. Dit wordt nog een interessante concurrentie om de eerste spitspositie op deze manier. Weer goed ingeschoten. Goed aangenomen. Keepertje kansloos. Stand 3-1. Ja, de drie punten hier in deze eerste Europese wedstrijd zijn nu al binnen. En dan fluit de scheidsaf. De overwinning is daadwerkelijk binnen. Weghorst, man of the match in mijn ogen. Goede doelpunten. Ja, ik kan niet klagen. Erg een prima pot. Gaan we gauw door.
Kort na die overwinning tegen Beşiktaş staat Almere City op het programma. Almere City staat 15e en ik heb bij deze daarom ook besloten deze wedstrijd te gaan simuleren. We gaan wel een paar aanpassingen maken. Ik ga Eriksen eruit halen voor Sanchez. Pakt hij ook eens een keer speeltijd. Berghuis laten we staan. Gods laten we staan. Hato moet ook even rusten. Baas gaat erop komen. Kaplan voor Rugani. Rens voor TP. En dat is het ook wel. Hiermee gaan we snel simuleren. En daarmee pakken we een 2-0 overwinning. Sanchez en Taylor zijn de doelpuntenmakers. Dan opeens krijgen we een bericht van Branko van de Bomen. Die zegt, ik maak me zorgen dat ik al die speculaties over mij heb gelezen. Geef me nog een kans, zodat ik kan bewijzen dat ik de juiste man op de juiste plek ben. We zeggen de opstelling verandert wekelijks, want dat doet hij ook wel deels. En dan de tweede Europese wedstrijd. En weet je wat? We gaan deze ook gewoon spelen. Het wordt een lekker Europees afleveringetje. Nu tegen Slavia Praag. En we gaan weer eens even sleutelen aan die opstelling van ons. Brobby mag weer gaan banken voor Weghorst. Ik bedoel, die deed zo goed. Dan gaan we hem niet ontnemen nu in de Europa League. Sulemana gaan we weer starten in plaats van Gods. En in plaats van Gods nemen we Banel mee. Krijgt hij ook weer eens een kansje. Want Gods is toch een beetje vermoeid. We hebben een compleet fitte Banel op de bank. En dan Baas in plaats van den Berg. Baas die kan dan en centraal en op die linksback. Is wat fijner voor in de breedte of zo om op het bankje te hebben voor nu. Voor de rest laat ik de opstelling zo als het nu staat. En gaan we dus nou spelen tegen Slavia Praag. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik er wel. Hopelijk gaan we weer 3 punten pakken. Het regent in Praag. Terwijl Slavia hier de aftrap heeft genomen. We zijn begonnen. Nou, Slavia Praag wel op zoek naar de eerste mogelijkheid al gauw in de wedstrijd. Dat is goed gepakt door Hato. Gaan we meteen op het countertje. Oh, goed langs de man Sulemana. Eriksen hier. Eriksen, leg hem af. Naar Weghorst. Weghorst van een afstandje. Redding daar, maar wel vroeg een eerste kans. Leg hem maar op het hoofdje daar van die Wout Weghorst. Oeh, keepertje heeft hem niet vast. Gaan we hem nog een keer voorzetten. Nu dan. Nee. Oeh, Slavia Praag komt er in één keer door. Zijn nu klaar voor schot. Pasveer met de ingreep. Goede redding. Hoekschot nu. Gaan ze kort nemen zo te zien. Dat doet de AI wel vaak. Oh, toch niet. Ik word geprankt. Kopbal. Goede redding weer. Nou, we gaan dus maar niets meer zo zeker zijn van die korte hoekschoppen. Weer slingeren ze hem de 16 in. En weer zitten we ertussen. Taylor hier. Ik zie Weghorst gaan. Dit is een balletje. Ah. Oh, het was Berghuis. Maar het maakt het niet uit. Het is buitenspel. Oké, Weghorst. Nou moet jij meegeven. Oh, dat is niet slecht. Dit is een heel goed balletje. Oh, te ver voor zich uit. Sulemana. Hoe verprits je dat? Praag hier weer in de aanval. Hou de ruimtes klein. Dit is niet klein. Dit is een schot op de lat. Daar komen we heel goed weg. Wat een geluk. En dan is het Taylor die verovert. En dan zou je denken, dan kun je counteren. Maar dan fluit de scheids af voor rust. Stand nog 0-0. Ik speel niet lekker. We kwamen blijkbaar iets te fel in. Vrije trap hier. Oh, die nemen ze best rap. Kopballetje gaat naast. Wissel mijn kant. Taylor gaat eraf voor Van de Bomen. En Bergers gaat eraf voor Traoré. Nou, ik blokte een voorzet. Nou, hebben we hier Slavia Praag een hoekschop. Kop dit weg, please. Oh, van de lijn gehaald. Werk hem maar gewoon even weg. Yo, waarom heb ik zoveel moeite met Slavia Praag? Oh, ze dribbelen ook langs me heen alsof ik er niet sta. Blok dit schot, dankjewel, Soutalo. Hebben ze wel weer een hoekschop en dat was net een eng momentje. Ze gaan er weer de 16 in slingeren. Stond niemand om kort af te spelen. Kop in eerste instantie weg, maar Praag nog wel aan de bal. Voorzet geblokt, weer een hoekschop. Oh, wauw. Het is blijkbaar een hens, denk ik. Vrije trap. Komt het weg? Nee, maar Pasveer heeft hem. Na 2 wissels aan mijn kant nu. Baas komt erop voor Hato. Die is echt vermoeid. En Sulemana gaat eraf voor Banel. Hier is Praag. We blokken een voorzet. Oh, nieuw voorzetje. Hij staat open. Komt het weg? Dankjewel. Nogmaals wegkoppen. Oh, in de handen van de tegenpartij. Schot, redding van Pasveer. We krijgen kans na kans tegels. Dat is niet lekker uitverdedigd. Ga uit, bal. Nee. Nog steeds Slavia hier. Man, ik heb volgens mij nog niet eens echt een fatsoenlijk schot op hun doel gelost. Maar dat is geen probleem hier. Terwijl Pasveer dus weer de bal heeft. Oh my, ik word kapot gecombineerd. Ik sta achter. Het is terecht ook. Het is zwaar terecht. Ik kom niet aan de voetballen toe. Ik weet niet hoe. Maar ik sta hier echt terecht achter. Dat moet ik gewoon toegeven.
Ik speel slecht. Ik speel super slecht. En dan worden we hier gewoon afgestraft. Slavia Praag. Hier gewoon met de 1-0. Oké, balletje van Weghorst naar Traoré. Traoré, come on. Traoré. Leg hem daar af. Oh, nee. Oké, we hebben nog bal. TT naar het midden. Henderson van de bomen. Ik zie maar weinig afspeelmogelijkheden. Daar is Henderson. En hij schiet er weer binnen. Captain Henderson brengt ons terug in de wedstrijd. Onze aanvoerder doet het hier ook weer voor ons. Europees zijn de vedettes belangrijk. Hij deed het in de vorige wedstrijd samen met Weghorst. En hier brengt hij ons op gelijke hoogte tegen Praag. Henderson met een prima 1-1. Ik ben geen fan van deze first-person herhalingen. Maar soms moet je het er maar mee doen. We gaan nog één keertje terugkijken. Tussendoor naar Henderson toe. En die rond hier af. Prima schot. 1-1. En het is einde verhaal. De wedstrijd eindigt in een 1-1 gelijkspel. Wat een gekke pot. Ik had het zwaar. Ik had het stroef. Ik stond veel onder druk. En Pasveer heeft veel moeten doen op doel. Hij is misschien wel de man of the match voor ons in deze pot. Maar ja, hebben we echt een man of the match als we gelijk spelen? Ik vind van niet. Helaas geen 3 punten, wel 1 puntje. En daar mogen we achteraf misschien best blij om wezen. En na dat gekke gelijkspel tegen Slavia Praag zijn we terug op het hoofdmenu. En zijn we bij het einde van deze video. In de volgende video gaan we zeker weer verder. En hopelijk gaan we dan gewoon 2 overwinningen boeken. Dat is toch wat we willen hebben in een video. Nou, ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Als je het leuk vond, klik op dat duimpje omhoog. Deel de video, ik zou het zeer waarderen. Ben je hier nieuw, wil je meer zien? Abonneer dan ook en zet dan gelijk de notificaties aan. Mis je geen enkele activiteit op dit kanaal. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, laters.